Ik ben Alma Matthijssen, ik schrijf en ik sta voor het huis van Remco Kampert bij De Held. Ik ga een verhaal schrijven op zijn werkkamer. Dan hoop je natuurlijk een beetje dat het genie en de meesterlijkheid van Kampert langzaam op mij neersijpelt en mijn verhaal ook zo goed wordt. Eigenlijk voel ik me een klein beetje een verstekeling. Dan ga ik een beetje hier naar al zijn spullen zitten te kijken als een soort begluurder. Het voelt een beetje fout ergens. En ik ben ook aan het fluisteren, omdat ik denk dat hij me dan afluistert. Ja, het is hier gewoon zo groot en prachtig. Nou, wat ik zo mooi vind in het werk van Kampert, al zijn woorden voelen eigenlijk heel alsof die zo uit zijn hand, uit zijn pols zijn gekomen, zonder dat hij daar lang over heeft hoeven na te denken. En bij dit huis heb ik het idee dat alles wat staat, dat daarover is nagedacht, dat dit schilderij hier moet en dat dat schilderij daar moet hangen. En dat zal natuurlijk bij zijn werk ook wel zo zijn, want zo werkt dat gewoon, maar daar voelt het ongedwongen. Ik voel me overigens nog steeds heel stout, alsof ik iets doe wat eigenlijk helemaal niet mag. Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat hij Zadie Smith heeft en dus ook gewoon een ja, echt een schrijvers die ik zelf ook bewonder. Ik vind het heel prettig dat de vloer zo kraakt. Mijn moeders vloer kraakte ook altijd precies zo bij elke stap die je zette. Maar ik woon in een nieuw bouwhuis, dus daar kraakt helemaal niks. Ja, en ik zie hier wel echt toch ook wat meer wat ik me had voorgesteld. Gewoon daar een koffer in de hoek en dat maakt allemaal niet zoveel uit. Hier ontstaan al die prachtige verhalen. Dat vind ik het meeste wat overkomt uit deze kamer. En dit vind ik leuk, dat al zijn columns hier liggen en deze steen. Ja, het is grappig. Ik zie mijn eigen boek. Die is hier. Ik heb dat boek volgens mij gewoon zelf een keer aan hem gegeven of laten sturen door de bezige bij of zoiets. Maar ik vind het wel ja, ik vind het wel echt heel bijzonder. Doet me wel echt wat. Nou, daar gaan we. Ik ga zitten aan het bureau van meneer Kampert. Ik heb nog niet een helemaal helder idee van hoe het gaat worden. Ik schrijf en denk eigenlijk tegelijk. Ik ben niet heel erg iemand die van tevoren precies weet wat er gaat gebeuren. Dus geen tip van de sluier, helaas. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Slemmel. Houdoe.